Hoi, Ruud hier en welkom op mijn Hangout. Vandaag ga ik het hebben over dit toestel. Dit is een testtelefoon van Ericsson. Oftewel een onderzoekstelefoon of een onderzoekmicrotelefoon. Als je op zo'n blok de netlijn wilde opsporen, dan had je deze nodig. Het testtoestel van Ericsson. Ja, en het is toch een soort T65 familie toestel, want hij heeft dezelfde kleur. Zelfde kieschijf. Zelfde aantal gaatjes. Met dat verschil, hij had geen vierpolig telefoonstekker of varkensneus. Maar drie krokodillenbekjes. En die krokodillenbekjes die gebruikte je als je op zo'n aansluitblok een netlijn moest gaan zoeken. Een kiestoon. Ik had hem gekocht op Marktplaats. Maar eigenlijk had ik beter moeten opletten en goed moeten kijken naar de foto's die naast de advertentie stonden. Want er ontbreekt nogal wat. Ja, vanaf de kieschijf zie ik al drie afgeknipte draden. En bij de microfoon het spreekgedeelte. Ook afgeknipt. En ook bij het luistergedeelte, de telefoon. Die is ook doorgeknipt. Plus dat ik dus het printje mis wat erin zit. Nou, dat is mooi behalen. Ja, ik had dus gewoon beter op moeten letten. Waardeloos ding dus. Dus wat doe je dan? Dan scoor je gewoon een goeie. Kijk, en hier zie je ook al dat rood en wit, de knopjes die zitten erin. Dus ik verwacht ook het printje. Ik ga even kijken. Kijken of ik nu meer mazzel heb. Nou, zoals je ziet, deze is helemaal compleet. Het schema zit erin. Zoals altijd hebben die telefoons van Ericsson en PTT. De draaischijf zit erin. Het spreekgedeelte zit erin. Ik zie hier wel nog een los draadje. Maar gaan we zo eventjes naar kijken. De bel, de zoomer, die zit erin. Het ontkoppelgedeelte. De schakelaars. Belcondensator. Ja, gewoon helemaal compleet. Het snoer is niet meer origineel zoals je ziet. En ik snap het ook wel, ze hebben hier een PTT-stekker aangemaakt. Om te kijken of hij het doet. Ja, en of hij het doet, dat ga ik zo meteen eventjes proberen. Misschien kan ik van deze twee telefoons één mooie maken. Want het is natuurlijk een testtelefoon geweest en daar werd flink mee gegooid hoor. Nou, ik wil in ieder geval dit snoer wil ik eraf halen. Want die is niet origineel. Mag ik iedereen even één tip geven? Als een draadje onder een schroefklem moet komen, nooit solderen. Kijk, dit was in de tijd van de PTT-monteurs ook altijd zo. Je schreef je eigen naam erin met je soldeerbout. Dit is de originele draaischijf. Deze vind ik mooier. Maar ik kan hem niet zomaar omzetten. Ofwel, ga ik dat redden? Ja, dat ga ik trouwens wel redden, denk ik. En dan ga ik deze even overzetten. Even een natte lap erbij. De draden aanstrippen. Kan hier weer in. Nou, het testtoestel zit weer helemaal in elkaar. Inclusief krokodillenbekjes. Het goede snoer dus, met een trekontlasting. En de knopjes. En dan wil ik nu wel even kijken of hij het doet. En dan pak ik rood en blauw. Ja, ik heb kiestoon. Bel nummer 5. Ik kan hem horen. Even andersom bellen. Toestel 2. Perfecto. En die gele, dat is de aardtoets. En die bedien je met rood. De HTR 8420 van Ericsson.
Het testtoestel wat iedere PTT'er in zijn bus had liggen om een netlijn op te zoeken of een storing te vinden of een kabelbreuk op te sporen. En daar ging dit filmpje over. En wat mij betreft tot de volgende hangout. Bye bye.